Waarnemend president Ronnie Brunswijk is niet tevreden over de aanpak van de criminaliteit in het land. Volgens de bewindsman wil hij daden zien. Er wordt al sinds de vorming van de regering over de veiligheid gesproken, maar zonder resultaat. Gisteren uitte de waarnemend president zijn frustratie over de stand van zaken en riep de veiligheidsdiensten op om orde op zaken te stellen. Voorzitter, we zijn al 4 jaren bezig met veiligheid en ik word ook moe van, ja, dat zou ook zeggen, dat er niet een gedeken of veiligheid is. Dat is onkan. Want ik weet het niet hoor, maar we praten al zo lang over veiligheid en elke keer provincie, maar je ziet geen provincie. Ja, dus we moeten, vandaag gaan we praten hier in het parlement, voorzitter, maar laten we echt met de veiligheidsdiensten praten, zodat er echte veiligheid voor het land gegarandeerd wordt. Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie worden er regelmatig analyses gemaakt over de veiligheidssituatie. Aan de hand daarvan, de beschikbare middelen en mankracht, worden de veiligheidsplannen opgemaakt en uitgevoerd. Dit werd gisteren bekendgemaakt in de Nationale Assemblee tijdens de openbare vergadering over de veiligheidssituatie in het land. Volgens de JustPol-bewindsman zullen er op korte termijn maatregelen getroffen worden om het veiligheidsvraagstuk aan te pakken. De focus van het Korps Politie Suriname is gericht op 1. Harde aanpak van de geweldsdelicten, onder meer berovingen en overvallen. 2. De gemeenschap betrekken, onder andere actiever inzet van buurtmanagers. 3. De samenleving regelmatig voorzien van informatie omtrent opgeloste zaken, aangehouden verdachten en etc. 4. Preventie. Voorzitter, naast de politionele interventies zijn er ook randvoorwaardelijke acties die vanuit de overheid moeten worden ondernomen, die mede kunnen bijdragen in het verhogen van het veiligheidsgevoel. De veiligheidsplannen zijn specifiek gemaakt en aangepast aan de hand van de regio's. De minister liet weten dat Suriname is opgedeeld in 4 politieregio's, namelijk Oost, Paramaribo, Midden en West. Volgens de analyse van de politie zijn er 2 trends waar te nemen binnen de criminaliteitsgolf. De onderzoeksteams richten zich op het identificeren en monitoren van criminele bendes die betrokken zijn bij berovingen. Het gebruik van geavanceerde surveillance en opsporingstechnieken om activiteiten van deze bendes in kaart te brengen is een noodzaak.